twee grote fanmails gekregen. Nou, ze zijn iets groter dan een normale envelop. Dus ik zeg gelijk groot. Eentje is van Senne. In één keer, jongens. Ik kan hem in één keer openen. Het is een langwerpig envelop. En dat vind ik... Deze geweldige Donald laat ik eerst zien. Wat, dat vind ik wel een hele leuke deze. Vincent, mijn naam is Senne en ik ben 11 jaar. En ik kom uit België. Allee! Ik kijk bijna al je Disneycraft filmpjes. En ik heb ook een kanaal waar ik filmpjes van mijn pretpark server upload. Ik was echt heel slecht Belgisch, ik weet het, maar ik probeer het, weet je. Ik wens om later zo populair als jou te worden. En zo'n mooie server te hebben als die van jou. Groetjes, Senne. Nog een paar vragen aan de achterkant. Senne Movie XMC. Hij vraagt aan mij, gebruik je OBS? Nee, ik gebruik XSplit. 2. Hoe ben je op het idee gekomen voor een pretpark server? Ik begon met het bouwen van een groot project. Het waren eens Pixel Arts. Pac-Man, Mario, Pixel Arts. En daarna heb ik eigenlijk een groot project voor me gestart. En dat was het Disney Kasteel. Omdat ik een groot project voor me wou bouwen zomaar. En dat, toen heb ik het verder gebouwd. Toen kwam er een Main Street idee, heb ik gemaakt. Een eigen verzonnen Main Street idee. Toen kwam het treinstation. Dat heb ik er ook bij gedaan. En tot zover is het uitgegroeid en verder doorgebouwd naar meer pretpark attracties. En zo is het eigenlijk ontstaan ook. 3. Weet je al iets over de Bas en Adriaan film? Ik weet dat ik niet door ben naar de volgende ronde. Ik heb gelijk de nieuwe fanmail geopend. En het is gelijk de laatste. En ik zie een hele leuke foto van zichzelf in de server. En ik moet... Of is dat bij ons in de server? Ik weet het eigenlijk niet. Ik herken dit niet eigenlijk, als ik eerlijk ben. Ik herken het niet van de Simba. Disneycraft, beste Vincent. Ik ben 14 jaar en ik speel al 2,5 jaar Minecraft. Dat is nog langer dan mij. Toen ik het had gekocht, begon ik al direct te spelen op Disneycraft. Hè? Maar als je al 2,5 jaar met Minecraft speelt en mijn server bestaat een jaar... Waar zijn die andere 1,5 jaar dan? Laat mij eens even lezen, want hier klopt misschien iets niet. Ik denk dat er een berekeningsfout is gemaakt. Snel joinde ik elke dag, daarom kan ik niet wachten op Disneycraft 2.0. Ik kijk ook altijd je video's op YouTube en je doet het helemaal top. Ik kijk het liefst naar de Disneycraft afleveringen, daarom lijkt het me super leuk om eens een keer mee te doen in een aflevering. Met vriendelijke groeten Rob Vinken, Rob 111. Nou, Rob Vinky, natuurlijk ken ik jou wel, je naam dan. Hartstikke leuk dat je ook je eigen poppetje liet zien, een beertje, het lieve beertje. Ik vind het tof dat je al heel lang in Disneycraft speelt. We hebben mensen zoals Koen Vermeets en Kasteelvuur die al level 8 en zelfs level 9 zijn in onze server. Dat betekent dus dat die echt urenlang al de hele map hebben verkend en alles weten. Dus ik weet precies welke mensen... Gewoon echt de diehard Disney fans zijn. Maar als ik jou zo hoor en lees. En ik zie je ook regelmatig in de server. Dan weet ik ook gewoon dat jullie gewoon al die leuke vaste spelers zijn. En altijd elke dag welkom. 2.0 gaat zeker vet worden. En we zijn er flink mee bezig. En dat komt helemaal tof in orde. Wil je ook een fanmail sturen? Of hebben ze iets van Vincent? Jij mag dit krijgen. Of ik heb nog een spel. Of ik heb nog een film die je moet zien. Op Blu-ray bijvoorbeeld. Of je hebt nog een Pixar poppetje. Ik verzamel heel veel Pixar poppetjes. Wist je dat? Kijk, die zijn allemaal van Woody zie je tussen. Buzz Lightyear. Die papa van Up en zo. En hier staan heel veel Monsters University poppetjes en zo. Wil je ook een fanmail sturen? Dan kan dat via het onderstaande e-mailadres. vincentbarretjes@gmail.com. En dan stuur ik mijn adres naar jou toe. Als jij een mailtje stuurt naar mij. Wat je mijn adres wil. En dan kan je een fanmail sturen. Tot de volgende video en salut! Doei doeg!